Dag dames en heren, het wordt steeds groener in onze omgeving. Het is echt volop lente en aan de hand van de 30-daagse weerkaarten gaan we eens even kijken of we de komende tijd nog meer groeizaam lenteweer kunnen verwachten. Achter mij de weerkaart met de luchtdrukverdeling begin volgende week. Hadden we hadden de afgelopen tijd vooral hoge druk boven Scandinavië en waaide bij ons een oostelijke wind. Er werd een relatief milde lucht aangevoerd. Begin volgende week ligt het zwaartepunt van het hoge drukgebied veel meer naar het noordwesten. Richting Groenland en IJsland en lage drukgebieden. Vinden we achter mij helemaal in het oosten van Europa met een aantal buiengebieden, ook in het centrale deel van Europa. En in de buurt van de Azoren. En Voorlopig komt er in deze luchtdrukverdeling volgende week weinig verandering. En aan de oostflank van het hoge drukgebied staat een noordenwind, waarmee poollucht over Scandinavië helemaal tot onze omgeving weet door te dringen. Een uitlopen van het hoge drukgebied zorgt er wel voor. Dat het met de buien meevalt. Want als er in Scandinavië in de loop van volgende week een paar buien vallen: zijn het zelfs wintersbuien tot op zeeniveau daar is bij ons geen sprake van. Onder invloed van het hoogdrukgebied, wat zich richting het einde van de week ook wat meer richting de zuidelijke Noordzee gaat uitspreiden, valt het met de nattigheid bij ons in ieder geval heel erg mee. Dat hoogdrukgebied is bepalend en met die noordelijke afstroom van lucht uit de Poolstreken is het niet alleen in Scandinavië koud, maar dus ook in onze omgeving in grote delen van Centraal-Europa. En onder invloed van de lage drukgebieden in het Middellandse zeegebied, met bewolking en af en toe wat buien, wordt ook daar de temperatuur wat gedrukt. Warmte zit echt Ver ten oosten, bijna helemaal richting de Kaspische Zee. Nou, dat is echt heel ver weg. Daar hebben we volgende week echt niet mee te maken. Bepalend is dus dat hoge drukgebied. Het zwaartepunt wordt zo'n beetje door alle computerberekeningen van het ECMWF berekend in de buurt van IJsland. Met dus die uitlopen tot over de zuidelijke Noordzee. En aan de oostflank dus die uitstroom van koude lucht over Noord- en Noordwest-Europa. En dus die wat magere temperaturen tijdens de maandwisseling. Maar met hoge druk in de buurt van ons land. Dat betekent dat ook natuurlijk dat de buigheid heel erg onderdrukt wordt. En dat zien we duidelijk terug in de neerslagafwijkingskaart. We zien onder invloed van het hoge drukgebied dat er ook bijvoorbeeld in de westelijke delen van Europa... in Ierland en Schotland heel weinig neerslag valt. Zuidwesten van Noorwegen is droog. Ook het noorden van Italië, want met een noordenwind heb je daar natuurlijk te maken... dat aan de achterzijde van het Alpenmassief door dalende luchtbewegingen de lucht helemaal uitdroogt. Dus daar valt ook geen enkele spat regen, maar veel wisselvalliger. Is het richting Spanje en Portugal? Ook het zuiden van Spanje of Frankrijk krijgt daar af en toe wel wat van mee. Maar bij ons is het duidelijk te droog. En ook in de week van 2 tot en met 9 mei zien we dat terug. Sterker nog, ook als ik de kaarten voor week 3 en week 4 erbij pak, dus tot ver in mei, zien we dat er in onze omgeving duidelijk minder neerslag wordt verwacht. Maar wat wel opvalt, juist in dat gebied waar de week ervoor dat hoge drukgebied herenmeester was. Wordt er op dit moment juist weer meer neerslag verwacht? En dat komt omdat het hoge drukgebied uh, een beetje in die periode gaat verschuiven. Welke kant op, daar kom ik zo meteen op terug. We zien in ieder geval dat de kou in Scandinavië nog steeds terug te vinden is, ook boven het oosten van Europa. Wij komen een beetje op de grens te liggen tussen of die wat koudere lucht, of misschien toch wel iets mildere lucht vanuit het zuiden of westen. En dat zien we ook terug in de pluimgrafiek. Is het aankomende zaterdag met name nog heel erg mild in Nederland? Temperaturen tot zo'n 20 graden aan toe. Begin volgende week gaat die temperatuur duidelijk omlaag. In de nachten komen we misschien wel in de buurt van het vriespunt uit. En dan gedurende die 15-daagse periode zien we toch weer een klein beetje herstel. Maar dat herstel komt ook deels omdat er gewoon heel veel spreiding mogelijk is. De pluim die loopt flink uiteen. En dat heeft alles te maken met de ligging van dat hoge drukgebied. Want we zien op de weerkaarten dat hij in de loop van volgende week heel voorzichtig wat meer richting de zuidelijke Noordzee schuift. En in de week daarna wordt dat zwaartepunt van dat hoge drukgebied ergens in ons onze omgeving of even ten oosten van ons verwacht. Maar waar die precies terechtkomt... en dat geldt ook voor de weken daarna... is lastig aan te geven. Misschien wel boven het zuiden van Scandinavië. Dan hebben we weer de oostenwinden... wat we de afgelopen tijd hebben gehad. Misschien wel wat meer boven Slowakije en Hongarije. Dan hebben we zuidoostenwinden. Dan zal de temperatuur echt duidelijk omhoog gaan. Maar komt die echt boven de Britse eilanden uit... dan hebben we gewoon een kille wind vanaf de Noordzee. Oftewel, wat de temperatuur gaat doen... dat is gewoon heel lastig. Maar hebben we volgende week vooral met... Uh, Noordwestenwinden te maken of noordelijke winden door hoge druk op de Atlantische Oceaan. Dat wordt weergegeven in deze grafiek in de paarse kleurtinten. Dan hebben we vooral met een stromingspatroon te maken waarbij er een rug van hoge druk of een krachtig hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan te vinden is. Vanaf begin mei zien we vooral de rode kleuren terugkomen en dat geeft aan dat er een geblokkeerd stromingspatroon is. Maar waar dat hoge drukgebied precies komt te liggen, dat is heel lastig aan te geven. Dus kunnen we niet zo heel veel uitspraken doen over de temperaturen begin mei en midden mei. Maar we kunnen wel aangeven dat doordat hoge drukgebieden waarschijnlijk de weerkaarten gaan domineren, de neerslagkansen tot ver in mei behoorlijk laag zijn. Tot de volgende keer.